We zijn harde kernleden die gewoon alles anders beleven, omdat we... Ja, we leven gewoon anders. Wij houden wel van de spanning, weet je. Ja. We vinden het gewoon leuk, weet je. Kijk, een vechtpartijtje hier op strijd, dat hoort erbij. Ja. Dat is gewoon leuk. Ja. En dan zeggen de mensen, ja, bepaalde mensen kennen dat niet begrijpen, weet ik wel. Ja, niet alles draait om het vechten natuurlijk, weet je. Want dat is ook weer niet zo. Want er, kijk, zo worden, we afgeschreven als een hooligan, weet je. Tot iedereen maar op zijn mouw slaat. Ja, maar zo werkt het niet. Ja. Ik wil best wel vechten, maar ik wil wel tegen mensen vechten die ook willen vechten. Ik ga niet oude man... met een klein kind op zijn bek slaan en weet ik wat. Ja, zo werkt het niet. Maar we hebben echt normen en waarden. Ja. Die hebben ook een goede opvoeding gehad. Ik heb alles geleerd. Een oud vrouwtje heb ik oversteken, wijze van spreken. Ja. Dus dat heb ik allemaal wel geleerd. Ik ben al gewoon een hele normale gozer. Ja. Alleen ik hou wel van een beetje... Jij hebt die normen en waarden ook wel meegekregen? Ja, die heeft mij wel geleerd. Ja. Het mooie is dat je moeder er ook is. Ja, maar... Steam. Ja. Dag. Nee, blijf maar zitten. Oh, fijn. Want ik zie niks voor die lamp. Wat was het moment dat jij erachter kwam dat, dat hij niet alleen maar geen woorden maar daden stond te zingen in de Kuip? Hoe ik daar achter gekomen ben? Dat weet ik zelf niet. Ik zag het alleen maar op de televisie als het weer knokken was geweest. En dan kwam hij thuis en dan zei hij, ik heb geknokt. Of hij zat vast en dan werd ik opgebeld van ik zit vast. Ja. En ik heb niks gedaan. Nou, en dan nam ik het altijd op en dan zag ik die band. Stond hij met zo'n paraplu bij een Engelsman op zijn kop te ruizen. Ja. En dat vond hij gewoon lekker. Ja. En dan moest ik weer zijn onderbroekje brengen en een tandenborsteltje. En dat hij weer een nachtje moest blijven. Of twee nachtjes. Ja. En is hij nou een vechtersbaas geworden door Feyenoord of was hij al? Hij is helemaal geen vechtersbaas. Het is helemaal geen vechtersbaas. Maar ik denk, door het spel met al die gasten eromheen... Ja. En er wordt er één belaagd. Ja, en je bent er van de hooligans. Laat je niet je vriend afslachten. Nee, en dan duik je erin, volgens mij. Ja, maar je bent niet zomaar een hooligan. Was u er blij mee? Ik heb er geen moeite mee. Nee? Nee. Gevaar voor eigen leven soms? Gevaar voor het leven van anderen? Nee. Heb ik eigenlijk nooit bij stilgestaan. Want het is geen vechtersbaas. En hij gaat ook niet zomaar iemand op zijn bek slaan. Nee, nee. Dat doet hij niet. Nee. Hij is groot en er zit een heel goed hart in. En hij is gewoon, ja... Mijn knulletje. Het is eigenlijk een hele lieve jongen. Mijn knulletje. En je krijgt een schoonbroek en een tandenborstel als hij in de gevangenis zit. Ja, al moet ik 20 keer moest ik het brengen, ik deed het altijd voor hem. Elke keer kwam hij weer op bezoek. Elke keer als hij vast zat, ging ik hem bezoeken. En jij zei dan elke keer, mama, ik heb helemaal niks gedaan. Ja, nou ja. En thuis deed ik aan mama. Ja, natuurlijk heb ik wel wat gedaan, ze is niet achterlijk, weet je. Nee. Ik zat ook altijd heel lang vast. Iedereen was heel gauw vrij en ik bleef altijd zitten, weet je. Dus. Daar ben ik wel nerveus van. Dus, ja, maar je bent geen vechtersbaas, weten we niet. Ja, maar een beetje wel. Echt, een beetje wel. Ja, maar toen word ik jong. Ik ben nou wat ouder. Oké. Okay. Gisteren was er weer een wedstrijd waarop er kans was om te knokken. Feyenoord tegen de Polen. En per hoge uitzondering, nogmaals dank, mocht ik met jullie mee. We gaan even kijken. Ding dong, ding dong. Hallo. Het is 2:30, Feyenoord speelt om 21:45. Zijn jullie net bij elkaar? Nu net. Een paar uurtjes. En ik heb al een pilsje gekregen en het is mijn eerste, maar niet die van jullie. Nee, maar niet heftig hoor. Ik ben ook mijn vierde of zo. Heb jij die Polen eerder tegen je gehad? Nee, nog nooit. Dit is de eerste keer dat jij tegen die Polen gaat vechten. En wat verwacht je ervan? Ja, we hebben net al aardig wat telefoontjes gekregen dat er al aardig wat zuid rondlopen. Dus. Het is een beladen wedstrijd. Waar merken we dat aan? Ja, en heel de spanning. Als je dadelijk op zuid loopt, wel die spanning die je voelt. Anders merk je het gewoon. Ik voel me hier al een beetje. Ja, ik voel het ook al. Is er iemand bang? Nee. Behalve ik. Nee. Begint het te jeuken of wat? Ja, ja, zeker. Plakhandjes. Oké. Ik krijg net een berichtje dat het wel... dat het vol zit met Polen, waar we nou heen zouden gaan. Dus we kunnen wel even gaan, maar dan gaan we wel een hele andere kroeg even uit de richting. Ja. Oh, even, bedenk even dat dit, die stappen in die auto, die gaan op weg naar Polen die gek in hun kop zijn, die misschien wapens bij zich hebben. En die gaan ze nu gewoon uit eigen afweging opzoeken, om te matten. En ze zijn met heel veel, meer dan zij. Onbegrijpelijk. Ja, ik snap het. Ik zie je later. Hoi, hoi. Hey, Angelique. Randy is jouw vriend. Ja. Dochtertje binnen. Ja. Wat vind je daarvan? Ja, het is niet erg leuk, maar je bent er een beetje aan. Ja, ik weet natuurlijk zelf ook moeten, maar waarom ga je vandaag niet mee?
omdat ik moeder ben en voor mijn kind wil zorgen. Ja. Maar het is niet leuk, maar ik bedoel tegen die Polen, het klinkt allemaal wel... Spannend, hè? Ja, want hoe groot is het risico? Heel groot. Omdat natuurlijk heel veel Polen in Rotterdam wonen. Het is niet dat ze ergens vandaan moeten komen, ze zijn er gewoon. Ja, maar hoe voel jij dan nu? Wel wat meer nerveuzer dan normaal. Dat wel. Het kan altijd fout aflopen natuurlijk. Ja. Spinnenwiel. Oké. Ja, oké. Ja, is goed. Wat? Nou, het is al losgegaan, hè? Nee, waar? Daar rijden we nu even heen. Er staan mensen tegen de muur al, dus... Hoezo? Door? Ja, het is gewoon... De ME? Ja, dat denk ik wel. Hoe is het, jongens? Weg met de camera! Ja. Oh, we krijgen net de telefoon, Leonardo. Er zijn al mensen opgepakt. De ME is al vooral. Nou, hoe heb jij zo'n dag, joh? Heb je ze al gezien, ME? Ja, jij niet dan? Ja, we hebben ze een beetje zien rijden. Ja, maar ze komen niet hier, want nu zijn hun toch altijd weer een soort groep die kan oppakken. Ja, het is afwachten of ze er staan. Ik snap dat wij die Polen niet gaan zien, maar waar zijn ze? Overal. Echt overal. Maar waarom zijn jullie niet waar zij zijn? Je komt vanzelf, we komen elkaar vanzelf tegen. Hamas! Hamas! Jodas! Hamas! Hamas! Jodas! Nou, je stopt het vandaag. Hier gaan we onze eigen gang en gaan jullie lekker veilig op de bank zitten thuis. Okay. We blijven even in de buurt staan ergens, ja, maar... een stukje verder. Oké. Okay. Er komen allemaal... Er komen nu echt heel veel Feyenoorders aan. En er schijnt een tram met Polen aan te komen. Kan loos alarm zijn, maar het gaat zo los. Dat sowieso. Dus wij gaan ons even verdekt opstellen. De tram is klem gereden, weet je zeker? Maar luister... Luister nou even, als ik ga rondrijden, ik sta gelijk vast daar. Het duurt een uur voordat ik weer hier ben. Oh, kijk. Ja. Ik denk dat het verstandigste is, Leo. Ik ga gewoon even kijken. Ik heb het liefst dat je in de buurt bent, want ik heb de kanker waar uit. Zij zitten dus nu al best wel een tijd, in een uur 20, te wachten op een tram met Paulen die deze kant op komt. En hij zei net al, hij is waarschijnlijk klem gereden. Zo'n rookbommetje. We gaan op zoek naar de losgerukte Feyenoord hooligans. Omdat de afspraak dus niet helemaal goed is gegaan. Dus we zijn er op eigen houtje vandoor. En er staat er overal politie waar we net langs reden. Ja, de ME zit er bovenop. Ze stond er nog helemaal de kant in het hoekje. Ik weet niet of dat tegen gaat. Ik stond daar alleen in het hoekje tegen drie ME's. Hij is dus net gepakt door de ME. En niemand heeft nog een pol gezien waarschijnlijk. Ik lag onder die wagen. En er komt gewoon een hele groep van die Polen langs die wagen lopen. Helemaal uitbundig. En ik denk van, nou, ik hield mijn hart vast. En ze worden 10 meter verder worden ze door de politie worden ze ingesloten. Gewoon vlak bij die busmarkt onderweg. Kankerkit, zeg, om ons heen. Ik word er kakker best zenuwen van. Jori, het is 7:15. De wedstrijd moet nog beginnen, maar jij gaat naar huis. Ja, ik ga naar huis. Ik mag ten eerste niet naar binnen. In het stadion niet? Stadion. Stadionverbod. Stadion. Maar je kan ook nog gewoon even blijven, toch? We kunnen nog even in de kroeg ergens heen de wedstrijd kijken. Ja, dat kan ook. En als ik een paar biertjes meer op had, had ik dat ook wel gedaan. Maar ik ben nou gewoon moe. Ik word te moe van hoor, altijd rennen. En waar is Randy? Dat weet ik niet. Ik hoop in een goede bui in de kroeg ergens. Oké. En anders hou ik mijn hart vast. Hallo. Hey. Waar is Randy? Hij zit er toch vast. Hij zit hier wel vast. Heb je hem gesproken? Ja, hij zat in de bus hier. Nou, of ze moeten hem gelijk weer vrij hebben gelaten, maar dat weet ik niet. Oké, het zou kant dus ook gaan. Opgepakt. Hij zit wel vast. Oké, dit leek even, dat was een beetje de bedoeling, dat dit de grote klapper ging worden. Want er waren Polen, veel Polen woonden in Rotterdam, dus dat kon wel eens een grote clash worden. En dan zitten die kanker-ME'ers er weer tussen. He, dat is een beetje het ding. Ja. Ik bedoel, kan je niet beter bij de ME gaan werken?
Nou, als ze ons aan willen nemen met z'n allen. Ja, dat is een flinke eenheid.